Investeerder Michel Kappe had er veel voor over. De beroemdste collectie flessen single malt whiskies. Na jaren onderhandelen kocht hij vorig jaar ruim 3000 flessen van de Italiaan Valentino Zagatti. Dinsdag kwam de collectie eindelijk aan in Nederland en kon Michel de collectie in het hoofdkantoor van Scotch Whisky International in Sassenheim uitstallen. Deze collectie is van onschatbare waarde. Nergens ter wereld is een collectie met zulke bijzondere flessen vindbaar. En dat was eigenlijk de reden waarom we hem graag wilden inlijven. Omdat wij bekend staan met ons bedrijf als whisky specialist. In het begin dacht ik volledig onhaalbaar. Maar na een jaar of vijf daar moeite voor te hebben gedaan, is dat eindelijk gelukt. Dus ja, weergaloos. Met Valentino Zagatti hebben we jarenlang erover gesproken van hoe dat nou zou zijn als hij zijn collectie van de hand zou doen. Ja, hij had wel een aantal eisen. Eén daarvan was het bouwen van een museum waarin zijn collectie getoond kan worden aan de rest van de wereld. Nou, daarin wilden wij meegaan en in al zijn andere verzoeken. En zodoende is eigenlijk ook de collectie aan ons gegund. Het bijzondere van deze collectie is dat er flessen in zitten uit de 19e eeuw, uit de Eerste Wereldoorlog, tijdens de drooglegging in Amerika. Ja, alles bij elkaar opgeteld maakt deze whiskycollectie uniek. Whisky wordt steeds populairder in Nederland. Inmiddels drinken meer dan 2,5 miljoen mensen het drankje. Volgens Michel is het ook een goede investering. Whisky is een goede belegging omdat het product schaars is en heel goed van kwaliteit. En dan praten we over Schotse single malt whisky. Het is enigszins te wijden dat whisky populair wordt omdat andere beleggingsproducten gewoon minder interessant zijn geworden. Dus nieuwe beleggingsproducten, onder andere whisky, komen dan wat meer in de aandacht. En ja, als er meer aandacht voor is, wordt het ook meer verkocht. Wie de beroemde collectie met eigen ogen wil bewonderen, kan vanaf volgend jaar terecht in het Whisky Museum in Sassenheim. De single malt whiskies komen daar de komende 10 jaar te staan.